gedaan. En net ook voor mijn theorie, dus helemaal blij. Ik was wel een beetje zenuwachtig. Yes, kom op. Heel blij. Innerlijk, hè, van binnen. Ja, beste reisroute van Den Haag. Alles draait om de veiligheid, zelfvertrouwen, mobiliteit. CDR, ja, daar begint het. Dit is voor de jongeren, verkeersdeelnemers met een brommer of een auto. Brommobiele, oud of jong, het maakt niet uit wat je leeftijd is. Of je nou wel of niet zoveel rijdt, dit is voor de mensen met een handicap. Maar ook voor de mensen die de mensen met de handicap van A naar B brengen. Mensen met een taxi, het gaat nog veel verder. Boten in de binnenvaart, buschauffeuren met of zonder strippenkaart. OV-pas, laat de chippen maar zitten. Waar kan ik mijn papieren halen? Ik wil plezier maken en mijn familie vaker zien naar een andere stad rijden. Dus geef mij die stad zijn, man. Wegslaag. Heb je voor gewerkt aan een halen je rijbewijs? Dat is wel een leuk gevoel, ja. Ja, heel blij natuurlijk, ja. Positief. Of blijven rijden. Iedereen bij elkaar optrommelen en een groot feest van maken. Vriendschap en volwassenheid. Veel plezier, uitgaan en vrijheid. Iedereen hoort erbij. Dat is het CBR. Vroeger altijd naar mijn vader gekeken hoe hij altijd op een mooie motor wegreed. En ja, altijd gefantaseerd dat ik ook ooit een keer erop zou zitten. We hebben ons eigen bedrijfje. Dus ja, komt gewoon helemaal van pas. Alles draait om de veiligheid. Zelfvertrouwen, mobiliteit. Gedrag in het verkeer, onder invloed van drugs, alcohol of meer. Dus ze hervatten nog een keer, hetgeen wat ze moeten leren. Je kunt je afvragen, mag er iemand zomaar rijden in een vrachtwagen? Heeft hij wel of niet de medische achtergrond? Bij CBR maken ze alles rond. Dus, als het goed is, is het veilig om te rijden. En dan ben je weinig op dezelfde plek, als je van alles ontdekt. Wanneer je verder reizen maakt, is je vakantie te gek. Maar dit is waar het begint. Vriendschap en volwassenheid. Plezier, uitgaan en vrijheid. Iedereen hoort erbij. Dat is het CBR. Alles draait om de veiligheid. Zelfvertrouwen, mobiliteit. Oh, CBR, ja, daar begint het bij. Wat gaat er verder veranderen? Ja, misschien een beetje te laat thuiskomen en zo, maar dat is het ook. Nu hoeven we niet meer op andere mensen te rekenen, dan kan ik zelf even een beetje heen en weer rijden. Nou, ik ben slecht ter been. Ik kan nu met de auto overal naartoe. Ik ben gewond geweest in Indië. Ook als het 's avonds laat is, normaal kom ik met de fiets, maar dan vind ik het niet zo prettig. Dus ik mag wel blij zijn dat ik mijn rijbewijs nog krijg. Ik ga mijn vader helpen in de winkel. De eerste reis gaat naar Parijs. Kunnen we eindelijk samen gaan verhuizen en noem maar op, joh. Sneller ergens zijn. Ik ben van niemand meer afhankelijk. Dat je niet meer hoeft te wachten op de tram. Dat je alleen je auto hoeft in te stappen en je rijdt al. Rotterdam lekker shoppen. Den Haag lekker shoppen. Stappen met mijn vriendinnen. Heel veel, heel belangrijk. Want ik fiets dagelijks 12 kilometer naar mijn werk. Het zou niemand doen die ik ken. Ik kom nergens meer te laat. Kijk, is het regent. Je hoeft niet meer met de fiets te gaan. Ik pak morgen gewoon lekker de auto naar mijn werk. En zo zit het.